Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe week video van Greper Automotive. Deze week geen Oscar, die doet mee met Stuttgarten, dus je zult het met mij moeten doen. Maar er is weer een hoop gebeurd. F12 is verkocht. Definitief is de GLC doorgegaan. Heel leuk voor de klant en voor ons. Weer me blij gemaakt. M5 is verkocht. De Urus is verkocht op basis van goedkeuring financiering, dus dat horen we nog. De werkzaamheden in de werkplaats. We hebben een GT63 met veel onderhoud. Er worden ramen getint van de Golf R en van de S3. Kleine herstelwerkzaamheden van de bumper bij een RS-Q8. En uiteraard de onthulling aan de klant van de RS-Q8 R Abt. Dus blijf kijken. En dan een welbekende auto. We hebben hem eventjes gehad, de Ferrari F12 Novitec. Maar op dit moment is die verkocht, officieel. Hij gaat naar Duitsland, Duitse eigenaars. Die zijn vorige week vrijdag overgevlogen. Afgelopen zaterdag, nu dus bijna een week geleden, zijn ze langsgekomen. Hebben de auto bekeken en gekocht. Niet heel onbelangrijk, want voor ons op dit moment, ja, een auto wordt geëxporteerd en is er ook eigenlijk geen weg terug. Moet de auto wel betaald zijn en dat is die. Dus hij is verkocht, lekker. En dan zijn we weer in de werkplaats beland en daar zijn we lekker bezig. De Golf R, die is verkocht. Die wordt morgen afgeleverd en daar wordt een hele mooie Porsche 911 op ingereld. En in dit geval, ja, heeft de Porsche een hogere, veel hogere waarde zelfs ten opzichte van de Golf. Maar ook dat bij ons geen probleem, dus dan krijg je geld toe. De klant had de wens om alle ramen te tinten, dus rondom. De achterramen die waren al gedaan, maar wilde hij graag nog donkerder hebben. Nu wordt de voorruit, zijruiten en dus alles gedaan. Adriaan is daar lekker mee bezig. De S3, daar heb ik het genoegen
zelf mee te mogen rijden. Wat we hier gaan doen is de voorruit ook tinten en aan de zijkant ook één tint erop, wat legaal mag. Voorruit wordt voorzien van de chameleonfolie. Er is gewoon veel vraag naar. We willen het gewoon laten zien aan klanten van ja, hoe ziet het uiteindelijk eruit qua resultaat. Los van de kijkers op YouTube, ook gewoon als klanten langskomen om het echt het beeld te krijgen. Een leuk weetje over getint glas achteraf is dat de folie warmtewerend is en UV-straling tegenhoudt. Veel mensen denken dat met getint glas af fabriek de UV-straling ook tegengehouden wordt, maar dat is een fabel. Nu zijn er natuurlijk de luxe merken die warmtewerend glas hebben, maar dan is het uiteindelijk een andere ruit die erin zit. En dat heeft dan niks te maken met de tint die erop zit. Nou, Jeroen is lekker bezig met een hoop werkzaamheden aan de GT63 op Italiaanse platen. De eigenaar is nu in Nederland en nu gaan we de grote werkzaamheden uitvoeren. Waaronder remblokken rondom, de achterschijven zijn vernieuwd, alle vier de velgen zijn nu weg, die worden hersteld, weer als nieuw gemaakt en vier nieuwe banden. En dan moet de auto er weer helemaal tegenaan kunnen. En een kleine werkzaamheid aan de uitlaat, want daar blijft af en toe nog steeds de klep hangen. Daar zijn we mee aan het onderzoeken wat dat nou precies is. Omdat hij uiteindelijk als de klep niet open gaat toch een klein beetje vermogenverlies heeft. Dus daar gaan we nog mee verder, maar dat komt helemaal goed. De RSQ8 die is gebracht. Daar waren kleine werkzaamheden hebben eraan gedaan. Afgelopen zaterdag heeft hij hem neergezet. Met de wens nieuwe voorbanden en klein herstel aan de voorbumper. Daar was een paaltje geraakt of iemand had de auto geraakt. Geen idee, maar dat hebben we in ieder geval weer helemaal hersteld. Dus Adil heeft hem nu net gewassen en die is weer klaar om opgehaald te worden. De Audi A7, die hebben jullie al gezien, maar hij wordt nu op de foto gezet. En dan komt hij, staat online, dan met de juiste foto's erbij. Dus dat kunnen jullie hem zelf ook bekijken. Zullen we hem later nog helemaal uitgebreid doorspreken wat betreft de opties. En eventjes wat close-up shots, maar dat volg later.
Nou, ik heb het genoegen jullie mee te nemen met de M4 Competition. M4 Competition is een auto met de 6 in lijn motor. Wat goed is voor 451 pk. Nou, deze auto is van 2017, hebben jullie al eerder gezien. Alleen ja, soms heb je een auto en dan kan je niet begrijpen waarom die niet verkocht is. Nou, dan ga je daarover nadenken. En natuurlijk kan deels een prijs zijn, maar daar kan het nu niet meer aan liggen. En dan denk je toch dat het de kleur is. In het echt is deze auto echt een absolute nieuwstaat. De kleur is echt heel mooi om te zien. Het saffier oranje. Maar als we hem op beeld zetten, we adverteren hem, dan komt hij toch een beetje rood over. Dus daarom hebben we nu in de zon nieuwe shots van de auto. Even een rijtest, een beleving van de auto, want het is... daar ligt het in ieder geval niet aan. Ja, wat houdt nou een M4 Competition in? Ten opzichte van een standaard M4 zijn er best wel wat verschillen te benoemen. Zo heeft hij natuurlijk niet geheel onbelangrijk 19 pk meer. Hij heeft standaard een sportuitlaat, dus de M-Performance uitlaat. Het onderstel is dus nieuw, maar die is ook adaptief. En het onderstel wat hem nieuw maakt, is dat er nieuwe veringen zijn toegepast, andere dempers en nieuwe stabilisatiestangen. Verder heeft een M4 Competition een Shadowline, dus het zwarte optiek vanuit BMW. De 20 inch lichtmetalen velgen zijn eigenlijk ook weer bij de GTS terug te vinden. Alleen zijn ze dan brons. En de stoelen, die zijn anders. En voor de rest is het, wordt er gezegd dat uiteindelijk een M4, ja, die mist iets een klein beetje speelsigheid. En dat ze dat in de M4 Competition juist wel hebben kunnen vinden. En hem zo kunnen maken, wat directer, wat speelser en wat net even wat agressiever. Maar dat gaan wij nu meemaken. Nou, we hebben ervoor gekozen om de auto in alle instelmogelijkheden in Sport Plus te zetten. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben benieuwd. Schakel hem even terug. Wow! Dat wil wel. Bij mij zou je niet zien driften. Uiteraard is het daar een uitermate geschikte auto voor. Maar ja, dat zijn dingen die laten we even over een Oscar. Maar ik word wel heel erg gelukkig van geluid, acceleratie en gewoon het strakke sturen van een auto. En daar ontbreekt het hier zeker niet aan. Dat, daar ligt het in ieder geval niet aan. Nee, de acceleratie is echt vrijwel bizar te noemen. En reageert ontzettend snel op het gas. Dus op het moment dat je maar even op toeren rijdt en je drukt het gaspedaal in. Wil jij nou gewoon een hele leuke speelse auto? Waar je de grens mee op kan gaan zoeken. Nou ja, nogmaals, dat is niet helemaal mijn ding, maar dat zou zeker kunnen met deze auto. Ja, dan heb je voor 70.000 euro gewoon een ontzettend goede en leuke aankoop. De auto is van 2017, heeft gereden om precies te zijn 62.211 kilometer. Staat te koop voor 69.950 euro. Dus kom snel langs en wie weet rij jij binnenkort met deze M4 Competition. Nou, dat was hem dan weer, onze weekvideo. Zoals je ziet, de Golf R die staat klaar voor aflevering. Die wordt zo opgehaald. En nogmaals, daar wordt een hele mooie Porsche op ingereld. Het was een drukke week. We hebben halve bezetting, dus niet iedereen doet wat hij moet doen. Sterker nog, de cameramannen zijn met hele andere dingen bezig. Dus ze hebben niet alle tijd om het vast te leggen. Daardoor is de video iets korter dan je gewend bent van ons. Maar hopen dat je nog toch een hoop kijkplezier hebt. Veel plezier en tot volgende week.